Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Paper Mysterie. En de mysterie vandaag is een bekende, namelijk Beso de la Muerte, Kus van de Dood. Gewoon in Nederland, ondanks de Spaanse naam. We doen een eentweetje, namelijk de jalapeno saus. De Scoville units, de SHU staat hierop. Een jalapeno is normaal gesproken 8000. Scoville units, vrij laag, vrij mild. Die gaan we doen. En dan doen we ook nog de Trinidad Scorpion. Nou, daar staat ook SHU op. Die is 2 miljoen. Bijna net zo heet als de Carolina Reaper, de heetste peper van de wereld. Ik moet zeggen, hier heeft hij chocolate, bruine scorpions in gebruikt. En die vind ik persoonlijk altijd heter dan de Reaper. Dus we gaan zien. Ja. We beginnen gewoon met deze milde. Ik ga even doorschudden. Oké. Namelijk de jalapeno. Ik ben altijd heel erg blij met groene sausen. Ik zal je zo vertellen waarom. Daar zit in jalapeno, koriander, azijn, mosterd, knoflook, ui, kruidnagel en nog een aantal andere kruiden. Dus ja, tof. Nou, fok me. Ik dacht dat hij bleef hangen. Maar dat valt denk ik wel mee. Vrij dik. Ja, het is vrij dik. Dus je proeft heel mooi die structuur van die jalapeno. Mosterd proef ik wel. Knoflook, ui. Kruidnagel haal ik er niet zo sterk uit. Nee, niet echt. Maar dat is op zich goed. Het heeft vast een mooie krachtige functie binnen deze saus, maar ik proef hem niet. Het is wel lekker. Zeker lekker. Die mosterd geeft een aparte smaak. Ja, dat is bijzonder voor een jalapeno saus. Ik ga hem even een bakje laten zien. We gaan even naar voren. Ik zal deze aan de kant zetten. Oké, zo is het goed. Kijk, het is vrij dik. Vrij veel structuur in die saus. Ik ben benieuwd wat voor ingrediënten er daar nog meer in zitten die dan zoveel structuur geven of dat het alleen die jalapeno is. Ik denk ook die mosterd. Want ik proef een soort zaderige, fijne mosterdzaadjes structuur. Ja, ik denk het. Lekker.
Deze jalapeno, erg lekker. Mild, ja. Voor mij mild, voor iedereen mild. Mosterd die iedereen gebruikt, is wel een beetje scherp, maar ja, volgens mij. Mild, ja, lekker. Gaan we door. Gaat dit bakje weg. Gaan we door met de Trinidad Scorpion. Ja. Daar zit in. Moet ik even een briefje omdraaien. Scorpion, rode en bruine. Komijn, kruidnagel, knoflook, azijn, kaneel. Kaneel is bijzonder. En mosterd weer. Ja, oké. Okay. Deze lijkt ook weer verstopt. We gaan kijken of die... Nee, die lijkt echt wel verstopt. Even iets naar beneden halen. Ik heb hier schone satéprikkers of ja, wat zijn dat? Ja, oké. Okay. Die kaneel die ruik ik heel goed. Dat denk ik. Maar ik weet ook die chocolate scorpion, die heeft een bepaalde zoetige, ja, ik weet niet, haast frisdrankachtige, doe ik denk aan Coca-Cola of zo. Nou, we gaan gewoon beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het heet wordt. Ja, dit is zo dik. Ik denk dat ik dat wel... Ja, misschien laat ik het zo nog wel even een pakje zien. Wauw. Ja, dat zoetige van die chocolate scorpion. En die kaneel, denk ik. Komijn proef ik goed. Mosterd hier niet echt, nee. Maar dit is goed warm. Dit is dikke medium. Best wel, als ik echt meer zou, veel meer zou nemen, zou het heet worden voor mij zelfs. Ja. Zeg maar 80, misschien 90% peper. Ja. Nou, ik doe een klein beetje in het bakje. Dat is wel genoeg, want je kan wel hier aan zien hoe dik het is. Nog dikker dan die groene, dan die jalapeno saus. Zie je? Blijft helemaal een bakje plakken. Ja, en het is echt flink warm. Ja, het is echt flink warm. Dikke medium, bijna heet voor mij. Maar zeker een dikke medium. Voor mensen die niet veel peper gewend zijn, is het gewoon heel heet. Echt heel heet. Maar als je die zoetige smaak kan proeven, dan is die er wel degelijk. En dat is super lekker. Dit zou ik gebruiken op ontbijt. Dat doe ik heel vaak met groene sausen. Maar eitjes, gebakken eitje, dat soort dingen. Hoerij. Daarom heb ik wel weer graag een groene saus in huis. Ja, dit. Vlees. Ja. Door dat zoetige, misschien ook Aziatische dingen of zo. Misschien vis. Het is toch een beetje, ja,
tropisch. Ja, zoiets. Dus dat is verdienlijk, denk het. Maar eigenlijk van alles. Deze is snel op. Ja, veel te klein flesje. Dat zeg je wel. Ik leg het ook weg. Allemaal één keer. Goed dicht. Ja, zit goed dicht. Ja. Zoiets. Denk het wel, toch? Bedankt. Beste de Lamarte. Erg lekkere sausje weer. Ja. Als je nou een comment achter wil laten, doe dat vooral hier onderin. Dat vind ik heel tof. Ik antwoord meestal. Leuk om te doen. Hier verschijnt zo'n logo. Ik heb klikken en dan ben je subscribed zoals het heet. Ook heel tof als je dat doet. Rest me nu alleen te zeggen, onthoud, het was Man in the Green Coat. Zie ik je de volgende keer. Doei.